What's up? Wenden. Oké, mensen, dit is onze bakker, El Baraka. En dit is echt de beste bakker die er is in Rotterdam. Super lekker. En we gaan straks. Straks gaan we naar België toe. En we moeten even wat spullen, want ik weet niet, we hebben het nog niet verteld aan jullie, maar wij gaan binnenkort verhuizen. Dus wij gaan weg van Vier Ambacht. Kom maar zwaaien. Ah, jullie hebben mijn auto nog niet gezien, hè, van buiten. Hoppie zo hekswa. Kijk deze waggy, man. Nou op, man. Hey. Ga ja, Aji. Hey, ik ben trots op mijn auto. Wat is mis met jou? Is hem niet... Hij is open, hij is open. Bomboklaat. Krijg liefde in de wijk, Amati. Krijg liefde in de wijk, mooi. Maar dus, wij gaan straks naar België toe, naar mijn ouders. We moeten wat spullen brengen. We gaan wat spullen halen, want ze hebben ook wat dingetjes voor ons nieuwe huis. Dat is super fijn. We hebben net een lekkere broodje kip gehad bij El Baraka. En we gaan ook wat Marokkaanse koekjes en zo halen. Dan gaan we ook nog wat drinken halen. En dan gaan we beginnen met de roadtrip, man. Ik ga vandaag gewoon een beetje vloggen, gewoon een beetje in de auto praten. Miriam die is er ook bij. Dus ik ga gewoon een leuk gezellige dagje van maken, man. Ik was trouwens vandaag al echt super vroeg op, want ik had een auditie vandaag. Ga je drinken halen gelijk? Wat, waarom lach je? Waarom lach je? Hij wou zeggen, heel kruis. Ga drinken, ik wil aloe vera, die van gisteren. Maar niet, die oranjeachtige. Nee, in ieder geval. Wat was ik nou? Ik was vanochtend al kapot vroeg wakker. Ik was al om 8 uur of zo wakker. Omdat ik auditie moest gaan doen voor een film. Dus dat is ook super spannend, man. Ze zeiden wel pas dat ik over 2 maanden of zo pas ga horen of ik het ben geworden of niet. En misschien moet ik nog een tweede auditie doen en noem maar op. Maar het was wel leuk. Het was weer een ervaring rijker. Ik vind het wel leuk om steeds meer audities te doen. Om ja, gewoon ervaring op te doen, denk ik gewoon. Vind ik gewoon leuk. Ja! Hebben ze niet? Wel, ik kom kijken, wacht. Hoeveel kost die voor jou dan? 50 cent. Deze kost 1,50, die is gewoon lekker. Mag ik ook een beetje genieten of niet? So yeah, we are going to have a... Basically, we're going to have a road trip to Belgica. Oké. Even kijken. Of we voor eten nu? Of we alles hebben. Wat hebben we? Koekjes. Koekjes. We hebben broodje kip. Wc-papier. Oh, ik, door die kip is mijn kont een beetje warm nu. Oh, die kip met rijst zag er zo lekker uit. Oh, onze broodjes ruiken ook echt super lekker. Toen was snel de auto aan. Zo. Zo bijzonder. Ik heb echt overal haren van Lira. Dingetje. Allright, we gaan beginnen aan de broodtrip. Lira die heeft ook eten gekregen. Ja. En ja. Dat was het eigenlijk, Lira. Wat heb je aan Lira gegeven vandaag? Welk vlees? Volgens mij konijn. Een kat die konijn heet. Konijntje. Heerlijk, toch? Ja, man. We zijn on our way to Belgium. Dat heb ik eigenlijk al 30.000 keer verteld. Maar dat maakt niet uit. En ik zit in de auto met een van de mooiste vrouwen op de wereld. Naast mijn moeder natuurlijk. Ben jij een vlogger? Ik ben een heel leuke vlogger. Doe maar praten, praat over iets. Zo, ik ga heel veel mijn leven praten. Ja, dat vind ik zo fijn. Doei. Wauw. Nou, ik ben. Ik ben kind. Een van mijn vragen
ik een keer een verhaal verteld. Volgens mij is de titel ook Epic Politie Verhaal. Dat was toen ik werd opgepakt en werd meegenomen, geweer op mij gericht, alles erop en eraan. En ik wil jullie eigenlijk het plekje laten zien waar het is gebeurd. Want we reden ook precies op deze snelweg. En ik was precies hier aan het rijden nu. Ik denk ongeveer op dit moment, denk ik, ja, hier ergens, zag ik politie zo. Zag ik hem hier naast me en zag ik opeens ook achter mij twee van die zwarte auto's met guns. En precies hier gewoon, hebben ze me opgepakt. Want ik weet nog dat ze bij die stoplicht gingen ze zo keren om naar het politiebureau te gaan. En gewoon precies op deze snelweg is het allemaal gebeurd. Pas maar op, het is bijna. En dat wou ik gewoon even laten zien. Oranje schat, kijk, we nog heel veel rijden. Bijna Roodzee. Ja. En we zijn momenteel in Ertvelde. Jeepvelm noemen ze het ook wel. Dat noemen ze in België. Jeepvelm. En hier heb ik wat vrienden. Hier heb ik Ruben en Tom. Hele Belgische blanke namen. Maar dit zijn een van mijn beste vrienden die ik hier in België heb gemaakt. Shout-out naar Tom en shout-out naar Ruben. Sowieso. Iedereen kent het nummer, toch? We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal kontje kaal. Dat is niet waar. Zij zegt dat het niet kontje kaal is, maar kontje blauw. Zing maar. Even kijken of het klinkt. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal kontje blauw. Kontje blauw? What the fuck? Dat is zo erg. Helemaal kontje kaal, het rijmt. Kontje blauw. Wat de fuck? Wie heeft tegen jou verteld dat kontje blauw was? Zo heb ik het geleerd, toen ging ik op schoolreisjes heen. Jezus, kun je hebben... Kontje blauw! Hey! Kontje blauw. Nooit van. Dat is kontje blauw. Kontje kaal bestaat okay. Misschien wel. Oké, iedereen die denkt dat het kontje kaal is, geef een thumbs up voor mij. En iedereen die denkt dat het kontje blauw is... Nee, zo werkt het niet. Nee, iedereen die denkt dat het kontje kaal is, reageer gewoon hieronder en zeg het is kontje kaal. Als je denkt dat het kontje blauw is, dan moet je ook reageren en zeggen dat Mirjam gelijk heeft. Oh my god. Ja. We gaan zien. Zo hard aanvallen. We gaan zien. Nu typisch iets waar ik bij moet film zitten. Film goed. Staan. Zit ik zo goed? Oh my god, staat echt net zo. Kijk eens naar jou. Wacht even, ik ga ze filmen. Je ziet ze niet eens. Waar de fuck is hun auto? Zijn ze weg of zo? Oh, ze hebben ons genaaid. Nee. Nou jongens, dit is mijn huis in België. Nou, mijn huis. Dit is het huis van mijn ouders eigenlijk. Ik heb er niks meer mee te maken. Ik claim deze huis gewoon. Dit is mijn huis. Nou, dit is zeg maar de eerste woonkamer. Hele mooie Oosterse sfeer een beetje. En hier heb je tweede woonkamer. En er zijn allemaal foto's. En er zijn hier nog foto's van ons vroeger. Oh, nou kijk, je hebt deze foto. Kijk. Hier nog meer foto's. Die heb je nog nooit gebruikt. Dit is mijn vader vroeger. Wauw, dit is mijn mooie moeder, kijk. Mashallah. Oma en opa. Zo, what's up? Ik ben hier thuis bij mijn ouders. Ik laat jullie ook misschien gelijk even... Mashallah, mooie keuken zien hier. Kijk, oh. Mooie keuken. Ik weet niet wat de fuck dit hier doet. Een fiets. Het is de eettafel en zo. Maar ik was dus net... Mijn vader die zit boven met twee van zijn vrienden. Zijn Arabische vrienden. Ik denk Ethiopisch of iets anders. En hun praten ook Arabisch. Maar hun praten net anders Arabisch dan dat wij doen. En ken je dat wanneer je zeg maar... Wanneer vrienden of familie langskomen en je moet Arabisch praten... En zij praten heel te tegen en je zegt gewoon, ja, ja, maar ik snapte er geen fuck van wat die man zei. Ik was gewoon de hele tijd aan het knikken en ik zeg inshallah. Het is zo fucking awkward. What's up mensen, ik heb heel de dag gewoon niks gefilmd, want ik was met familie thuis, je weet toch. Bij familie ga je niet zomaar alles lopen filmen en shit. Maar nu zijn we bij het tankstation. Ik ga een Red Bulletje nemen. Ja. Oh, lekker. Al de dagjes te pakken. Waarom? Met
kouder is. Echt? Oh, wacht, ik wil kijken of ze dingen hebben. Jawel, hier, Oasis. Jongens, als jullie naar België komen. Even kijken hoor. Als jullie naar België komen, moet je dit kopen. Dit is Oasis. Dat is een fucking lekker drankje. En ik koop gelijk 2 assen. Wat zullen we nemen? Zoveel keuze aan, Mattie. Kijk al die. Wee, yo. Zoveel keus. Wat heb jij, Bueno? Ja. Zullen we samen eten? Nee, ik wil niet. Oh, deze. Kennen jullie deze? Lion Peanut. Nee? Ik had deze. Ik vind het altijd leuk om in België in de tankstation te zijn. Ik weet niet waarom. Op een of andere manier voel ik me dan echt in het buitenland of zo. Alsof ik in Frankrijk ben. Het is ook altijd gewoon anders hier. Kijk, ze verkopen hier pennen en shit. Geurkaarsen. Dit is wel mijn Pokémon. Lukt het? Oh, je hebt dat tasje. Bedankt hè. Doei doei. Of zoals in België zeggen, salutjes hé. Boom. Dit is Justin Bieber. Hè? Vet hè? Ik ben alleen maar dingen kwijt. Oh. Jouw is open hoor. Is toch open? Allah? Jij? Slim hoor. Ah. Is it too late now to say sorry? So yeah, basically. We are going to Hollanda. We're going to shit. We're going to Hollanda. And het was een dagje bij de familie. We hebben lekker gegeten, we hebben vis gegeten. Vader heeft vis gemaakt. En nee, mijn moeder. Mijn vader heeft helemaal niks gedaan eigenlijk. Visje gegeten. Zo, lekker verlicht. En wat hebben we nog gedaan? Ik heb jou nu teruggepakt. Nu hebben we gechilled. Oh, lekker. Oasis. Mm. Dit is de lekkerste drink ooit. Ik moet eigenlijk wel een beetje op de weg concentreren. Wacht, schat. Ja, en ik ga alleen koelen, alleen. Ik wil ook beginnen met... Begin met leven. Doe jij je ding maar. Driving in the dark, bitch. In the dark, what's up? What's up? Ik weet niet waarom ik zo heel enthousiast ben. Ik denk omdat ik de hele dag gewoon niet gevlogd heb. Vind ik het een beetje zonde. Dus ik denk van dan doe ik nu wel wat. Of zo. Moet ik nou helemaal omrijden? Doe eens even licht uit. Kijk hoe het eruit ziet. Oh, je ziet niks gewoon. Doe maar mij een beetje filmen van jouw kant. Ik wil eigenlijk gewoon eten. Ja? Nee, jongens, ze zeggen dat je hier niet mag keren. Nee, dat is even normaal. Dan moet je raden wat ik ga doen. Nee, dat is even normaal. Ik heb toch gereden dat je hier niet mag keren? Ja, wat moet ik doen? Niet keren. Anders moet ik helemaal omrijden. Er is geen politie, doei. Oh, daar is politie. Is dat Holland? Is dat Holland? Ah, shit. En nou grappig met mij. Ik wil grappig doen. Helle, Belgica, helle. Is je fit? Hij is warm zwaaien naar mij, man. Wat zijn de nieuwtjes, schat? Hebben we een paar nieuwtjes die wij... Ik heb al gezegd dat we gaan verhuizen. Dat heb ik al gezegd. Ja. Wij gaan volgende week gaan wij verhuizen. Ik ben zwanger. Wat? Dat is normaal, fuck. Zo voor ik het tijdens een vlog. Ja, ook gelijk. Wat? Wow, hey. Wat? Zo voor ik het tijdens een vlog of zo ga bekendmaken. Oh, ja, en ik ben gewoon zwanger. Nee, wat? Nee, maar we dus gaan verhuizen. En we zijn nu echt volop druk bezig met... Niks. Ja, ik doe echt alsof we echt kapot zijn mee. Maar we hebben dus gisteren een beetje dozen ingepakt en zo. En daarna werd zij moe. En toen zijn we gestopt met alles eigenlijk, ja. En eigenlijk zouden we vandaag de rest doen. Maar het is er niet van gekomen. Mijn moeder die zei opeens van, hey, komen jullie niet langs? Ik dacht van, ja, toch niks beters. Ja, we hebben niks beters te doen. Gaan we gewoon langs mijn ouders. So yeah, that's about it. Ik ga vrijdag, inshallah, vrijdag krijgen wij de sleutel van ons huis. En dan ga ik jullie het huis laten zien. En gaan we sleutel ophalen, ga ik even allemaal schoonmaken daar. Gaan we, ja, weet ik veel, gewoon dingetjes doen daar, wat je moet doen. Beetje een huis maken. Weet je wat we eigenlijk moeten doen, zoals in die films?
dat we zeg maar, als we een nieuw huis hebben, dat we zo op de grond gaan eten. Zo heel romantisch met kaarsen en zo. Op een dekentje. Oké. Okay. En dan seks hebben. Wat? Snap jij? Heb je het ook gedaan op het matras? Huh? Toen we net in Vierambachts wonen. Oh ja. Hadden we heel romantisch op het matras gegeten. Klopt ja. Dat was wel leuk hè. Besef gewoon dat wij gewoon overal waar wij net woonden, sliepen wij op de grond. Toch? Nee. Hebben we overal op de grond geslapen. Bij strijders. Maar ja, we zijn echt strijders man. Jullie weten niks, Amati. Jullie weten niks. We zijn om in strijders hier, Amati. Ja. Jullie weten niet van strijden. Jullie weten niet wat strijden is. We hebben op de grond geslapen met z'n tweeën. Allebei. Eén matras. Twee dekens. En een kussen. Zo. Bang, bang. Wat mooi. Allemaal lichtjes hier. We are back in Rotterdam, man. What's up, mensen? We zijn weer terug in Rotterdam. Het is koud. Lange reis achter de rug. Hè? Terug van België. Hallo. Hi. En we zijn terug naar huis. We hebben Lyra al de hele dag niet gezien, man. Onze kleine katje. We missen haar. We missen Lyra. Lulu. Lyra. 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 Doe maar dicht. Oké. Okay. Hallo, hallo. Lyra. Mami. Hallo. Hi Tootie. Hi. Hi. Oh. Heb je al gemist? Gemist. Heb je gemist, Lily? Heb je gemist, mami? Heb je al gemist? Oh, dat is mijn baby. Let niet op de troep in huis. Dat is een beetje, dat is een beetje troep. Zo, eentje is blij hier. Nou, tot zover onze blijheid dat we onze kat weer zien. Kijk, ik ben mezelf aan het filmen terwijl ik met jou aan het facetimen ben. Ah, jalla. Oh my god. Gek, hè? Ik wil niks meer op Facebook en ik wil niet meer op Facebook. Ja, en ik wil mijn kop niet meer op Facebook die zien. Nee, ja. Kijk, jij komt nu niet in beeld, Tamam. Je bent niet in beeld, want de camera is voor ja, de telefoon. Ja, maar je hoort me wel. Ja, maar ik wil dat jij nu iets zegt tegen de mensen thuis over mij. Wat heb je te zeggen over mij? Dat je gewoon heel lief bent. Gewoon lief. Maar wat kan je... De liefste zoon die ik heb. Ja. De enige zoon die ze heeft. De enige. Ik vind dat jij heel openstaat om heel veel dingen te leren. En je durft heel veel. Je hebt de lef. Dus daarom heb je ook heel veel bereikt tot nu toe op deze leeftijd. Vind ik persoonlijk. Ga je nou emotioneel doen? Doe gewoon emotioneel. Ik zeg gewoon waarheid. Ik wil dat je iets gewoon af wil zeggen. Deze gaat opeens heel diep. Ik vind dat je heel veel hebt bereikt. En ik vind het heel mooi. Nee, want dat vind ik echt serieus. Voilà, ik zeg nee, dankjewel. Dat is toch leuk? Ja. Dankjewel. Ik had het alleen niet verwacht. Dankjewel. Dat je nee, maar dat is zo. Nee, dankjewel. Jij hebt lef en je hebt... Tuurlijk heb je iets. Anemgibbe. Anders kom je nooit zo ver. Anemgibbe. Dat heb je van je moeder. Dat zullen we maar zo zeggen. Wat heb ik van mijn vader, behalve mijn neus dan? Van je vader? Allee, je vader heeft ook lef. Dus dat heb je wel echt wel dat van je vader, zo, denk ik. Klopt. Dat is wel het talent zo, heb je van je moeder, de lef heb je van je vader. En de looks heb je van je? En de looks, van wie heb ik de looks? En de looks? Looks van mij, hè? Oh. De looks van de moeder, hè? Altijd. Nee, deze lijkt echt, soms geloof ik het gewoon niet, dat u echt op mij lijkt. En dan draai je hem, lijkt echt op zijn vader zo. Is gek, hè? Precies ons allebei, ja. En Ajay Pins, ja. Echt, hè? Ja, vader, ja. Ik heb niet zoveel te melden, gewoon. Wij klagen niet, wij zijn tevreden over jou. Alhamdulillah. Ja, en een shukjur. Nou, mooi. Als je hem nou niet zachter zet, smijt de televisie buiten. Nu. Geweldig. Wat vertelt hij? Hij zit in de wc. Hij zit helemaal niet. Ik zit helemaal niet op de wc. Allah, Allah. Ik zat op de... Hij praat met jou, wat is dat nou? Hij poept en praat met jou. Geef niet, mijn kind. Ik poepte niet. Ik moest niet poepen. Ik heb zijn mond gewassen, genoeg. Doe zachter. Nee, ik vind het echt niet leuk. Doe zacht, nu. Je hebt hem één keer gehoord, ja, dezelfde liedje niet twee keer luisteren. Doe de koptelefoon op je kop. Nou, en wat vind jij van je moeder?
Ik heb de beste moeder op de wereld. De mooiste moeder op de wereld. De meest dat geloof ik toch niet. De meest zorgzame moeder. Nee, ik zie alles en wallen. Ik vind je wel super. Ik vind je wel toppie. Oké, dankjewel. Dank je. Ja, alsjeblieft. We lijken ook een beetje op elkaar, hè? Ja, wij lijken op elkaar. Dus wat moeten we van elkaar denken? Daarom, ja. Precies hetzelfde. Ja, dus dat jongens. Ik ga jullie laten. Ga lekker rusten. Ja, wij gaan zo slapen en morgen weer werken. Nee. Mirjam. Ja? Kijk naar mij. Je moet alles filmen, snap jij het? Erg is dat, hè? Kijk, ben oh, hij is mij nu ook nog aan het filmen. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik hou van jou. Oh, nee. Mirjam. Ja. Heb je nog een jas aan? Ja. We zijn net binnen en ik heb het nog koud. Ik heb meteen de verwarming aangedaan. Echt? Ja, echt. Kruip lekker in je bed, joh. Waarom echt, je nee, ik ga nog lekker melk met honing in het. En ik word zo moe van haar, hè? Oh. Altijd wanneer ik zeg dat ik wil gaan slapen, ga ze nog even een melkje met honing drinken. Oh, en even... heerlijk. Dat is lekker, hè? Ja, maar ja, dat is haar rust. Dat vindt ze lekker. Ik ben haar rust. Ja, maar ik word er ook een beetje slaperig van en relaxed. Dan moet je wiet roken als je slaperig wil worden. Wat? Ik zeg, dan moet je wiet roken. Als je slaperig wil worden. En een kopje ernaast. Ja. Heel slaperig. Heerlijk. Lekker blowen. Echt, hè? Ik heb zin in volgende week. Allee, Rotterdam hoef je neus maar buiten te steken en je wordt al high. Dus, echt zo, hè? Hey, even serieus. Ik kan bij jullie, bij hun thuis, je moeder zeggen zo, wat doe jij? Een zwarte ding op je. Wat doe jij nou? Ja, is weg, is weg. Een stofje. Amo heeft zin in volgende week. Dus ik zeg, wat is er volgende week? Jullie gaan verhuizen. Oh. Ja, we lagen vanmorgen zo in bed. Ja. En ik zeg, zaterdag. Ik zeg, oh, volgende week zaterdag moeten we naar Nissen. Maar hij zegt, ja, ik heb echt zin in. Ik zeg, ja, ik heb ook echt zin in. Ja, iedereen, alsof we op schoolreis gaan. Dus iedereen heeft zin om te gaan. Ja, voilà, ik weet niet hoe wij ons gaan voelen als jullie huis gaan kopen. Dan zijn we helemaal... Ja. Dat maar net. Voor ons weggelegd. Dan zien we elkaar zaterdag. Tam Anne, mijn batterij gaat dood. Tuurlijk. Ik geloof je. Tuurlijk. Walla, ja, 10% is hier. Printscreen. Hoe moet ik laten zien dan? Weet ik niet. Printscreen. Printscreen, ja. Walla, heb je. Tam. Oh, doe maar heel lelijk kijken, dan ga ik printscreenen. Hadi, doe maar. Ik ga je straks laten zien op... Oh nee, shit, ik heb het niet goed gedaan. Nog een keer. Ja, goed. Hey, jongens, slaap lekker. Tamam. En stuur me die screen. Hé, trouwens, doe, wacht, doe ook. Wat? Wat? Doe, ik wil printscreen maken. Oh, doe. Kijk wie de beste batterij heeft. Doe. Oh, wat lelijk. Ik stuur naar jou. Stuur naar mij, ja. En kijk wie het lelijkste is ook. Ik niks zeggen. Wedden. Wie heeft het mis? Jij of ik denk. Voor wat wedden we? Ik zeg jij. Oké, ik zeg ik. Nessim. Ik denk voor... Iets met eten. Wat zeg je iets met eten? Jij trakteer zaterdag. Op. Op Simitsaraye. Oké, dat is goed. Deal. Luister, wie het minste heeft, die heeft gewonnen. Klaar. Die andere zorgt gewoon voor eten zaterdag. Ja. Oké. Okay. Deal. Hadi, tot zo. Hadi. Spannend hoor. Spannend. Hadi. Hadi. Oké, ik ga snel naar mijn moeder sturen. Ik hoop echt dat ik hem ben. Ik heb 10%. Denk je dat zij gaat winnen? Ik denk dat jij gaat winnen. Oh, ik vind het zo spannend. Wie bepaalt dat trouwens? Shit, ik kan het niet vinden. Wie bepaalt dat? We hebben toch allebei printscreen gemaakt? Maar wie bepaalt dat? Wat, wie bepaalt, ja? Wie bepaalt wie de lelijkste is op de foto? Oh, dat weet ik niet, maar we hebben gezegd wie het minste batterij heeft. Oh! Ja. Yeah. Shit, maar dan weet ze zeker! Oh shit, spannend. Hoeveel heeft ze? 13! Ik heb gewonnen! Door! Ik ga het snel bellen. Oh shit! Heb je gezien? Nou. 3% verschil, hè? Ik wist het. Sorry. Ik zit al op 8% nu aan het doen. Bij mij gaat het snel. Doei. Oh, geweldig. Die moeder van mij ook. Nou jongens, het was een hele FaceTime gesprek met mijn moeder. Deze kat, hè, het is ongelooflijk. Kijk wat deze kat doet, man.
Kikker, kikker. Kijk. Kijk die hoofd. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Mami. Dikzak. Mooiste ogen ter wereld. Kijk, kleine dikkerd. Oh, en wie, mami. Probeer ze nou echt naar boven te klimmen. Zie je hoe zij klimt? Dat is gek, hè? Ze houdt zich aan die bank vast. Hi, mami. Hi, habibi. Oh, jongens toch. Ja. Wat heb ik allemaal te vertellen? Oké, dus. Highlights in ons leven. We gaan verhuizen. Jullie krijgen vrijdag jullie het huis te zien. Tenminste, vrijdag ga ik er naartoe. Ga ik het filmen. Misschien kan ik het dan vrijdag ook gelijk uploaden. Zaterdag gaan we alle spullen verhuizen met mijn ouders. En dan gaan we inshallah ook gelijk daar wonen. Ik heb vandaag een auditie gedaan voor een film. Wat daarvan gaat komen, dat weten we ook nog niet. Maar het was wel hartstikke leuk om het te doen. Morgen moeten we weer werken. Mirjam die moet ook weer werken. En we zijn gewoon lekker aan het strijden, jongen. Gewoon lekker hard werken. Ik hou van jullie allemaal. En ik hoop dat jullie allemaal ook van mij houden. En dat jullie lekker subscriben op mijn YouTube kanaal. Dat jullie deze video een grote... Wat ben je allemaal aan het doen? Nee. Dat jullie deze video een grote thumbs up geven. Laat lekker een comment achter. Stel een vraag. Stel je vraag, man. Ja, doe gewoon een leuke comment of zo, man. Maak mama even een vraag. Eén antwoord. Een vraag, een antwoord. Wil je ook even doei zeggen? Nee. Zeg maar. Oké. Doe maar lief. Ciao. Waarom, kan je niet gewoon fatsoenlijk doei zeggen? Ciao. Zeg maar gewoon even fatsoenlijk doei. Zeg maar doei. En zeg oh, mashallah, deze neus moet echt... Oh, geaaid worden. Oh. Dat is de enige vrouw die houdt van mijn neus. Oh. Oké, jalla, galas. Ga weg. Yeah. Nou guys, subscribe, like deze video. Peace out man, later! Yeah.